We gaan vandaag kijken aan de Klokkengietshoeve. Dat is een geliefde plek in de wijk De Maten om te wonen. Dat is niet gek. Je woont hier rustig en om de hoek van winkelcentrum De Eglantier. Ik ga kijken bij nummer 127. Een hoekwoning die van binnen veel ruimer is dan je van buiten zou verwachten. En je hebt hier op eigen terrein parkeergelegenheid voor twee auto's. Binnenkomst in de woonkamer valt gelijk op dat dit een hele fijne ruimte is. Een mooi vloeroppervlak, hier een open haard. En de woonkamer is tuingericht, dus je kijkt uit op je achtertuin. Deze nette keuken bevindt zich aan de voorzijde van de woning. Een mooi groot 6-spits gasfornuis en verder alle apparatuur die je nodig hebt. En wat handig is, aansluitend bevindt zich een bijkeuken met ook nog weer een deur naar buiten toe. Hierboven bevinden zich drie slaapkamers, alle drie van een goed formaat. Twee aan de voorzijde en één hele grote aan de achterzijde. Ja, wat een ruimte in deze slaapkamer. Je hebt hier ook nog een vaste kastenwand. En de badkamer die is niet alleen toegankelijk vanaf de overloop, maar ook vanuit deze slaapkamer. De badkamer is niet nieuw meer, maar mocht je hem willen vernieuwen, heb je genoeg ruimte om alles kwijt te kunnen. Wat heel handig is, is dat je hier nog een separaat toilet hebt. De tuin van deze woning bevindt zich op het zuiden, dus je hebt zomers de hele dag zon. De tuin is keurig aangelegd, ja, wel een leuke vijverpartij. Ben jij op zoek naar een leuke hoekwoning in de wijk De Maten? Dan moet je hier komen kijken. Bel maar snel voor een afspraak.